Oké. Ik geloof, ja, de persconferentie staat op het punt te beginnen. Dus we schakelen over naar de coach, Michiel Boerwinkel. Goedemiddag, welkom op de persconferentie. Wij hebben wat vragen voor jullie. Bent u tevreden, meneer Boerwinkel, over het spel van uw ploeg? Ja, nou ja, goed, we hebben de spanning opgebouwd. En wat kan ik zeggen? Ja, dat uitgezonden de laatste 2 minuten. Maar ik zou wel zeggen dat we de hele wedstrijd onder controle hebben gehad. Ja, ik bedoel... Het was geen makkelijke dag voor u vandaag. Hoe heeft u toch de controller in handen weten te houden? Ja, nou ja, goed, wat kan ik zeggen? Sommige mensen die zeggen wel eens de laatste tijd dat ik niet meer goed coach en dat ik de controle laat vallen, zoals u dat dan wil noemen. Ik weet niet of ik het wel helemaal eens ben met die uitspraak. Maar, goed. Weet je, die spelers die luisteren gewoon goed naar mij. En het is gewoon echt teamverband tussen de coach en het team. En gewoon het hoofd koel houden en dan is het een belangrijke wedstrijd. Nou ja, goed, hè. Dit is dan een wat sterkere tegenstander. Maar we presteren net zo goed tegen zwakkere tegenstanders. Dus ik ben gewoon wel tevreden eigenlijk. Ja. Dat is duidelijk. Dank u wel. Er waren wat ongeregeldheden. In de rust zag ik een flinke discussie op het veld. Wat heeft u uw spelers in de rust verteld na alles wat er daarvoor gebeurd was? U bent in godsnaam geslaagd om dit team weer op pootjes te krijgen. Dit vind ik altijd zo vervelend, want de media maakt er altijd meer van dan het is. Kijk, we zijn gewoon jonge jongens en we schreeuwen tegen elkaar. En dan wordt daar meteen weer onrust van gemaakt. En ik, wat kan ik zeggen? Het ging in de eerste helft natuurlijk wat troebeliger, zal ik zeggen, dan in de tweede helft. En ik heb ze wel even flink toegesproken dat ze wel even flink moeten aanspannen, maar ja. Ja, en sommige mensen reageren daar wat minder op, omdat ze dan wat minder presteren. En dan lopen de gemoederen op, maar alsjeblieft, maak er niet meer van dan het is. Oké, even een vraag van wat andere aard. Wanneer verwacht u weer gekeerd te worden? Nou ja, goed. Weet je, dat is een proces wat je soms moet ondergaan. En wanneer zal het zijn? Ja, wanneer brengen wij weer een bezoek naar een voetbalteam in Duitsland? Ik heb gehoord dat vooral Duitsland de laatste tijd een erg populair land is om gekeerd in te worden. Dus ik denk ergens rond die tijd, misschien over een maandje of twee. Dank u wel. Ja hoor. U heeft nog wel eens een akkefietje gehad met de pers en met de media. En u verbiedt uw spelers nog wel eens om gewoon de media te woord te staan. Ik wil graag het karakter van een gedisciplineerd team uit laten gaan. En ik denk dat, zoals je net al zei, onze spelers die kunnen soms... dingen zeggen die ze niet altijd zo bedoelen. En om ook te zorgen dat binnen het team de controle niet wordt neergelegd, denk ik dat het me toch anders lijkt om spelers zo min mogelijk inderdaad de pers te woord te laten staan. Maar ik heb net, het is ook een wens van de spelers zelf vaak hoor, zoals Sander hier, die wil nog wel eens, dichtklappen voor de camera. Maar hij heeft net toen gezegd één vraag voor jullie te beantwoorden. Oh, dat dus ik jullie mooi. Bij deze aan even in gang te gaan. Dank je zeer. Ja. Sander Schoen. Nou, als eerste dan, heb je de fans al horen roepen aan de zijkant? Want ze kwamen voor jou. Geen fans gehoord. Sterker nog, ik zag alleen de coach rond het veld rennen en schreeuwen. Maar de fans waren toch een beetje matig in aantal. Oké, maar ik heb ze jouw naam horen roepen. Welke naam is dat? De naam van de schoen. Van de schoen, ja, die was er wel natuurlijk. De schoen was er, maar ik vond dat de fans nog niet het aantal... hadden die we mogen verwachten van zo'n goede voetbal. Maar wat is dit voor een verdette om te zeggen dat de fans niet hebben gebracht wat ze moeten brengen? Door de 12e man, veel genoemd, maar is het niet erg zwak om daar de matige prestatie van vooral de eerste helft af te schuiven? Ik denk dat we geen matige prestatie hebben geleverd eigenlijk. Oké. Ik vond het een goede wedstrijd, lekker fel, dus daar kan ik niet over zeuren. Oké, nou één afsluitende vraag tenslotte. Wie de schoen past? Ja, die trekt hem geloof ik keihard aan. En wie mag jou aantrekken? Ja, dat is wel weer mooi geweest. Goed gedaan, jongen. Het is mooi geweest. Oké. Ja. Nou, dank u wel. Ja, dank u wel. Ja. En veel succes met de voorbereiding voor komende woensdag. Gaan we doen. Ja, daar zijn we weer. Nou, een mooie persconferentie, of niet, Hugo? Nou, jawel, maar moet je luisteren. Ik vond toch dat Boerwinkel, hij was weer te behoudend. Hij speelt het weer op safe. Ik ben me niet veel wijzer geworden van deze persconferentie. Kijk,
als de jongen zegt dat hij de controller in de handen heeft gehouden, dan is dat hartstikke mooi. Maar ik wil dan weten hoe hij dat heeft gedaan. Want hij heeft in het verleden vaak genoeg laten blijken dat hij daar niet toe in staat was. Ja, daar heb je een mooi punt. Wat mij ook opviel van die persconferentie was dat hij toch wel alles goed probeerde te praten. En het leek bijna zo, dames en heren, of bij de interviews met de spelers, of ze op een of andere manier geïnstrueerd waren om maar te zeggen dat alle akkefietjes van de wedstrijd ineens opgelost waren. Of niet? Vind je dat niet ook niet, George? Ja, jawel. Maar als je zo'n wedstrijd wint, dan daar is niet mee gezegd dat alles dan meteen opgelost is natuurlijk. Dat is waar. Dat broeit voort. Dat is waar. Oh, ik krijg hier nog een vraag. Een e-mail van een Sjaak Dakpaan uit Nieuwegein. Die vraagt, wat is de mening van George eigenlijk in dit hele gebeuren? Moet je luisteren, als je geen mening hebt, dan heb je ook geen plaats om in zo'n programma als dit te zijn. Kom, ha, dat is duidelijke taal. Ik word hier erg moe van. Nou, ik denk dat we alweer aan het einde zijn gekomen van dit programma. Dankjewel Hugo. Ja, dankjewel George. Dankjewel ook Henk en Frits van de commentator. Of van het commentaar. Ik kwam er gewoon uit. Je kent me wel. En tot volgend seizoen. Bedankt voor het kijken en tot volgende keer.